Hey, superleuk dat je weer hier bent. En ik ben ook heel blij om weer een podcast op te kunnen nemen. Want het is alweer een hele tijd geleden. En ik dacht, nou laat ik je eens even meenemen in wat ik de afgelopen tijd. Waar ik de afgelopen tijd allemaal mee bezig ben geweest. En dan komen we ook vanzelf op het thema van deze podcast. Ik ben met zoveel leuke dingen de afgelopen tijd bezig geweest. Uiteraard heb ik de VIA Business Academy, die al ruim 6 jaar heel succesvol draait. En waarbij we heel veel ambitieuze vrouwen helpen om het succesvol high-level VA bedrijf op te zetten. De afgelopen tijd heb ik ook hele leuke reacties gehad van klanten die echt mooie doorbraken hebben gemaakt qua mindset. Qua zelfinzicht, die klanten hebben gevonden. En weet je, iedereen die deze stap naar het ondernemerschap zet, die vindt het gewoon super spannend. En al die kleine terugkoppelingen van klanten, dat is voor ons altijd een heel groot cadeau, want dat is waar wij het voor doen. En ik run natuurlijk mijn bedrijf, maar niet alleen ik. Mijn man Dennis zit ook in het bedrijf. En daarnaast hebben we nog een behoorlijk team achter de hand, intern en extern, om alles draaiend te houden. Mijn man Dennis zit ook in het bedrijf. Die coacht ook onze klanten. En ja, als we dan zo terugkoppeling horen en dat ze zulke grote stappen zetten, daar worden we altijd zo ontzettend blij van. Waar ben ik de afgelopen tijd mee bezig geweest? Nou, sinds vorig jaar zomer 2022, wilde ik een nieuwe richting op. En ik was echt aan het ontdekken van wat in het ondernemerschap is nou de richting die ik verder op wil. Nou, en toen kwam ik op een punt van, goh, toen ik, praten we over bijna 20 jaar geleden, 23 was. Ik ben nu 42. Toen ik 23 was, kwam ik bij een man. Toen was ik nog niet ondernemer. En hij was de eerste die mij hielp met mijn persoonlijke ontwikkelingsreis. En toen zei ik tegen hem, ik wil starten als ondernemer, ik wil anderen erbij helpen en ik wil ze ook helpen met hun mindset. Want wat hij bij mij heeft gedaan, ja, daar ben ik nog elke dag dankbaar voor. En vorig jaar zomer wist ik even niet meer welke richting wil ik nou op. We hadden natuurlijk best wel behoorlijk wat heftige jaren achter de rug qua corona. En het was tijd voor een nieuwe start. Maar goed, ja, wat ga je dan doen? En dat zul je misschien wel herkennen als je dit nu luistert. Dat je ook wel eens, of je zit vast, of je hebt vastgezeten. En je wil een nieuwe richting op. En wat is dat dan? En ik heb toen in die zomer mezelf een lange pauze gegeven, ook van mijn bedrijf. Om eens in te tunen op mijn intuïtie. En ik heb mezelf de vraag gesteld van, goh, ik weet het niet, laat het me maar zien. Dat is een van mijn favoriete uitspraken. En ik wist dat ik iets met mindset wilde. Ik wist dat ik iets verder met dus ondernemerschap wilde. Wat ik toen zei toen ik 23 was. Maar ja, wat dan verder? Nou, en toen rolde daar een programma uit over manifesteren. Waarbij ik ambitieuze vrouwen en soms ook mannen die daarin stappen. Die vastlopen in het leven, in hun werk of in hun bedrijf. En die dat programma gaan volgen om zichzelf te ontdekken, om meer over zichzelf te weten, om beter om te gaan met zichzelf. Zodat ze vanuit daar de mooiste dingen in het leven gaan manifesteren. En de laatste module heb ik de afgelopen week afgerond. En dat hele programma is nu klaar. En ja, daar ben ik gewoon ontzettend blij om, trots op. Ik zie hele mooie reacties van mensen die erin stappen en die al meteen hele mooie shifts maken. Dus die gaan die maken gewoon hele mooie transformatieprocessen door. Dat is super gaaf. En ja, en toen, want ja, ik zit nooit stil. Nee. Ik ben altijd in beweging. Ik wil altijd met nieuwe dingen bezig zijn. Ik wil altijd uitdaging, want dat is gewoon wie ik ben. En vroeger waren er wel heel veel mensen die me soms raar aankeken van, wat gaat zij nou weer doen? En nu weet ik inmiddels, ja, dit is wie ik ben. Ik ben graag bezig. Ik wil graag mezelf blijven ontwikkelen. Ik wil met nieuwe dingen bezig zijn. Daar krijg ik levensenergie van. Dus, nou, en toen kwam er iets moois op mijn pad. Iets wat ik een aantal jaren geleden al wilde. En toen was een bad timing met corona.
Dus toen heb ik dat stopgezet, want toen wilde ik iets opzetten om coaches, trainers en adviseurs te helpen om in hun ondernemerschap. Maar goed, dat was echt, toen wij net lanceerden, toen brak corona uit. Dus het was een hele pittige periode en uiteindelijk heb ik daar ook de stekker uit moeten trekken. En onlangs zat ik in een van mijn trainingsdagen die ik volg, een opleiding over human design. Daar kom ik zo nog wel even op terug. En een van de dames daar die zei, goh Danielle, als ik straks voor mezelf wil beginnen, als coach of trainer. Nou, dat sprak ze niet zo letterlijk uit, maar ik wist dat ze dat wilde. Toen zei ze, ja, ik denk dat ik dan naar jou toe kom. En toen dacht ik, huh? Oké. Okay. Ja, leuk. Maar goed. En zo is het balletje gaan rollen. En ik geloof niet dat toeval bestaat. Dus ik geloof dat dat zo moet zijn. Dus toen kwamen er meer mensen naar mij toe. Iemand die mijn webinar volgde over manifesteren. Van help jij ook vrouwen om een bedrijf te starten? Die heb ik gebeld. Ze zegt, ik wil meedoen met jouw nieuwe programma. Nog iemand anders die ik ken. Mailtjes die ik krijg van mensen. Dus ineens komt het uit allerlei hoeken. En op dit moment ben ik dus bezig om een nieuw aanbod neer te zetten. Voor startende coaches, trainers en adviseurs. Die simpel een financieel onafhankelijk bedrijf willen neerzetten. En ja, superleuk. Het is al iets waar ik ervaring in heb. En blijkbaar is het nu dus wel de timing. Heel leuk. Dus ja, daar hang ik op dit moment uit. En dan kom ik meteen op het thema van deze podcast. De beste versie van jezelf is al perfect. Want als ik kijk naar mijn ondernemerschap en de ontzettende mooie reis die ik daarin heb gemaakt, dan is één ding mij heel duidelijk geworden. En dat is, succesvol worden doe je door jezelf te zijn. En dat is tevens heel lastig. Want we worden geconditioneerd in dit leven door alles wat we meemaken. Bouwen we laagjes om ons heen op. Waardoor we van onszelf verwijderd raken omdat we een pijnlijke ervaring hebben. En ik geloof ook dat dat een reden heeft, die conditioneringen, zodat jij ook lessen kan leren in dit leven. Om weer dicht bij jezelf te komen. Wie ben ik? Waar sta ik voor? Wat wil ik? Wat vind ik belangrijk? Wat maakt mij gelukkig? We raken dus verwijderd van onszelf door die conditionering. Door pijn, door leed, door al dat soort dingen. En daardoor gaan we in ons hoofd allerlei verhalen bedenken van, we gaan allerlei overtuigingen creëren over dingen. We gaan allerlei beren op de weg zien. We gaan allerlei bezwaren tegen dingen ontwikkelen. En dan hebben we te maken met onze mindset. Daarom vind ik dat mindset stuk zo interessant, omdat je bezig bent met wat is nou waarheid, wat is jouw werkelijke waarheid en wat is geconditioneerde waarheid. Nou, als je mij al langer volgt, dan weet je dat ik heel erg van de mindset ben. Ik blijf me daarin ook ontwikkelen en trainingen volgen. En daar heb ik afgelopen jaren heel veel over geleerd. En ik vind dat super interessant. Psychologie van de mens heb ik ook altijd heel erg interessant gevonden. Waarom doen mensen wat ze doen? Sinds vorig jaar is human design op mijn pad gekomen. Een paar jaar geleden al eerder, maar toen greep het me niet. Alleen vorig jaar in 2022 waren er meerdere mensen die tegen mij zeiden iets over human design. Ja, ze vertelde iets en het woord human design viel. En toen dacht ik, ja, dit is geen toeval. Waarom? Al die mensen, die kennen elkaar niet, afzonderlijk van elkaar, praten ze over human design tegen mij. En toen dacht ik, oké, ik zie dit als een teken van het universum. Ik mag dit onderzoeken om te kijken of dit iets voor me is. En ik ben daarmee aan de slag gegaan. Ik heb zelf een reading gedaan van mezelf. Van mijn body graph. En toen dacht ik, ik wil er wel meer over weten. En ik ben daar opleidingen in gaan volgen. Op dit moment ben ik nog bezig met de opleiding. En eind van dit jaar start ik met de analistenopleiding. Dus dat je officieel iemands blueprint kan duiden en
dat die persoon nog beter zichzelf leert kennen. En human design is een, ja, hoe kan ik dat simpel uitleggen? Het is een populaire tool, het is een systeem voor zelfkennis en zelfontwikkeling. Het is een combinatie van wetenschap en spiritualiteit. Nou, allebei die onderwerpen vind ik interessant, en zeker als ze dus bij elkaar komen. En het is een systeem. Het laat een mechaniek zien, een mechanica van hoe jij zelf in elkaar zit. En ik heb lange tijd gedacht, ja, ik weet niet of het iets is. En ik wil altijd alles zelf eerst proberen en testen, voordat ik daar iets mee doe in mijn bedrijf en daar klanten bij ga helpen. En in het begin, toen ik wat informatie kreeg over mezelf, had ik best wel veel weerstand. En later ontdekte ik van, wow, het klopt wel. Dus vandaar dat de drie elementen die ik nu toepas in mijn business om daar klanten mee te helpen, is vakkennis in het ondernemerschap. Ik heb het ondernemerschap vak echt moeten leren. En dat kun je leren, dat is het goede nieuws. De mindset, dus de loslaten van conditioneringen. En human design is voor mij een heel mooi toegevoegd element, waardoor jij jezelf nog beter leert kennen. Want dat laatste is echt super, super, super belangrijk. Vanochtend las ik een tijdschrift en er stond op de cover een titel: de beste versie van jezelf hoeft niet perfect te zijn. En toen dacht ik, ja, dit is waarop ik mijn podcast wil insteken. Want ik ben het niet met deze stelling eens. En ik ben het niet gauw met een stelling eens. En ik snap uiteraard de positieve intentie, hè? Ik begrijp het heel goed. Maar voor mij was het eerste wat in mij opkwam: de beste versie van jezelf is al perfect. Ja, zeker wij vrouwen, wij vinden vaak van alles van onszelf wat allemaal beter kan. En als we gaan kijken in het leven, dingen die beter kunnen, in het ondernemerschap dingen die beter kunnen, in je werk. Dus, en we focussen ons heel vaak, heel snel op wat er allemaal niet goed is. En als we het dan hebben over manifesteren, dan leg je jouw aandacht en jouw energie op de negatieve kant. En ja, als we het dan hebben over manifesteren, iets echt werkelijk creëren, neerzetten en realiseren, doe je als je op de juiste manier afgestemd bent op wat je wel wil. Hoor je het verschil? Op wat je wel wil. En als jij dus focust de hele tijd op wat er niet goed is, zit jij niet op dezelfde lijn als de lijn van dingen realiseren, manifesteren. Nou, ja, ik heb daar dus een fantastisch programma over gemaakt, waar heel veel kennis in zit en vooral heel veel tools en handvatten. En als je mijn podcast verder nog meer hebt geluisterd, dan ja, vertel ik ook stukjes over mindset shifts, et cetera. Maar deze is zo, ja, ik vind hem zo interessant en zo mooi. Ik heb heel lang met Aart Brezet lesgegeven. Hij heeft heel veel kennis over waarderende communicatie. Is van oorsprong arbeids- en organisatiepsycholoog. En hij heeft zich gespecialiseerd in waarderende communicatie. Nou, we hebben heel lang samen trainingen gegeven. Ik heb daar heel veel van hem van geleerd. Door te focussen op wat wil je wel. En een van de thema's die ik dus ook zo cruciaal en zo belangrijk vind, is zelfacceptatie. Dus wat is er wel goed aan jezelf? Waar ben je wel blij om? Waar ben je wel trots op? Waar ben je wel dankbaar voor? Zo begin ik mijn coaching ook altijd. Ja, als ik mijn coaching begin met een klant, dan zeg ik, hey, wat leuk om je weer te zien. Vertel eens, wat gaat er goed? Waar ben je blij om of trots op? Eerste vraag. De juiste focus. Op het positieve, het liefdevolle. En uiteraard bespreken we dan de dingen waar ze tegenaan lopen. Maar ik wil eerst weten wat gaat er goed, om ze ook te leren. Hey, kijk eens eerste instantie daarnaar. Ik heb dat ook in paardrijden bijvoorbeeld moeten leren. Even iets heel anders.
Maar paardrijden doe ik nog niet zo lang. Pas sinds mijn 37ste. Dus dat is nog geen 5 jaar. En daar valt zoveel in te leren. En ja, als je het zo gaat bekijken, is het super moeilijk. Maar door steeds te kijken naar, wauw, ik heb dit nu voor elkaar. Daar ben ik al zo lang mee bezig. En ik heb dit nu voor elkaar. Oké, nu komt het volgende. Maar ik ben hier zo blij om. En ik ben hier zo dankbaar voor. Dan krijg je een hele andere state of mind. En dan komen we bij het punt. Wat maakt nou dat jij succesvol, gelukkig wordt in het leven? Dat je impact kan maken. Dat je blij bent. Dat je vol passie voor dingen gaat. Dat bereik je alleen als jij echt jezelf bent en jezelf accepteert zoals je bent. Dus door te gaan kijken naar, hé, ik ben al perfect. En oké, ik wil nog leren om dingen te verbeteren, maar wat er nu is, is goed. Als ik kijk naar mijn ondernemerschap, ik heb inmiddels 4 bedrijven succesvol opgezet. En ik heb, nou, 2 jaar geleden een heel moeilijk moment in mijn ondernemerschap gehad. Waarbij ik dus iets op wilde zetten wat niet is gelukt. En ik begreep er echt helemaal niks van. Ja, het was ook corona. Achteraf denk ik, ja, dat heeft ook zeker een rol meegespeeld. Maar dat had niet per se cruciaal moeten zijn. Het cruciale daarin was dat ik te ver van mezelf verwijderd was. Ik wilde groter zijn dan dat ik was, bij wijze van groter. En niet letterlijk groter, maar ik wilde mezelf beter voordoen dan dat ik diep van binnen voelde. Ik wilde, kortom, ik wilde heel veel wat laten zien wat niet hoorde bij mij. Nou goed, dat wist ik op dat moment niet. En uit dat nieuwe project heb ik toen de stekker eruit getrokken en toen ben ik naar binnen gekeerd. En 1 jaar lang, zeker bijna 1,5 jaar, ben ik op zoek gegaan naar antwoorden. Wat maakt nou dat je iets succesvol manifesteert en wanneer niet? En toen kwam ik tot de ontdekking: wauw, als je echt doet waar jouw hart een vreugdesprong van maakt en. Ja, je snapt wat ik bedoel. Het is een gezegde, hè? Sommige mensen weten niet van, oké, wat wil ik vanuit mijn hartsverlangen? Want die voelen dat hartsverlangen niet. Hè, die zitten daar, bij hun zit het misschien in hun onderbuik. Bij een ander zit het weer op een andere plek in het lichaam. Maar als je echt doet waar je blij van wordt en wat bij je past. En als je echt jezelf bent, zonder maskers, zonder je mooier voor te doen, zonder je beter voor te doen, zonder al die dingen. Dan pas ga jij succesvol in het leven de mooiste dingen manifesteren. Als je accepteert wie jij bent en loslaat wat je niet bent. Nou, Human Design heeft mij nog meer inzicht gegeven in wie ik werkelijk ben, wanneer ik wel mezelf ben. En wanneer ik niet mezelf ben. En daarom vind ik Human Design een hele mooie extra tool om informatie te krijgen, waardoor ik nog dichter bij mezelf kom en nog beter de juiste keuzes kan maken. En sinds kort, ja, neem ik dat ook af en toe mee in mijn training en begeleiding, omdat ik merk dat een extra aanvulling is in wat je wil bereiken in het leven. Of dat nou gelukkiger is in het leven, of dat nou een succesvol bedrijf is, of dat nou als je toch in loondienst bent en je wil dat heel graag blijven, dat je daar juist een hele fijne plek vindt. En dit is zo interessant. En ja, je kunt hier je hele leven hierin blijven verdiepen en blijven leren. Zelfs de meest geleerde mensen op deze wereld zijn nog dagelijks bezig met bewustzijn. Het is de sleutel tot succes in het leven is wat mij betreft bewustzijn. En dat kun je interpreteren als bewustzijn van alles wat er gebeurt en ook bewustzijn. Je hoeft alleen maar te zijn. Je hoeft alleen maar
100% jezelf te zijn. En je niet mooier voor te doen, niet slimmer voor te doen, niet beter voor te doen, niet met meer kennis of ervaring voor te doen. Jij bent goed zoals je bent. En dat is waar ik echt mijn hand voor in het vuur steek. En dat waar ik vol voor wil gaan. Om zoveel mensen op deze wereld te inspireren. De beste versie van jezelf is er al en die is al perfect. Ja, ik zat te denken van, goh, ga ik nog meer vertellen? Ja, ik wil nog heel veel vertellen. Ik merk wel dat ik de afgelopen tijd geen podcast op heb genomen. En dat was ook goed. Maar ik ga later bij deze podcast. En ik heb alweer een thema voor het volgende podcast. Want ik wil je wat meer vertellen over human design. Ik weet er nu het een en ander over. Eind van dit jaar start ik met de analistenopleiding. Die duurt 3,5 jaar. Zodat ik mijn klanten nog beter ga begrijpen. En nog beter kan begeleiden. In de beste versie van zichzelf gaan zien. Die er al is. En dat ze vanuit daar de mooiste dingen in hun leven manifesteren. Ja. Ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe het met jou is. Misschien ben je een trouwe luisteraar en heb je al heel veel van mij geluisterd. Stuur me ook gerust eens een berichtje via social media. Of een mailtje. Altijd leuk om iets van je te horen. Nou, wat je van deze show vindt bijvoorbeeld. Of als je nog vragen hebt. Of als je dingen graag wil weten. Die ik beantwoord wil hebben in deze podcast bijvoorbeeld. Dus schroom niet om contact met mij op te nemen. Ik vind dat superleuk. Word er altijd heel erg blij van. En ja, ik hoop je te hebben geïnspireerd met deze podcast. Ik ga de komende tijd lekker aan de slag op het nieuwe aanbod voor coaches, trainers en adviseurs in de markt te zetten. Ja, daar heb ik super veel zin in. Dus als je interesse hebt, ja, hou alles in de gaten. Want er komen hele toffe dingen aan. En ja, voor nu wens ik je een hele mooie dag, avond of nacht, net wanneer dat je dit luistert en tot de volgende keer.